Dag lieve mensen, welkom bij de Belgier. Gaaf dat jullie kijken. En laten we het hebben over iets heel erg fundamenteels voor de komende 5 à 10 jaar. Ik zal niet tijdens deze video uitleggen hoe ik de toekomst zie als we vanaf nu, vanaf vandaag, de komende 5 jaar à 10 jaar in gaan kijken. En dat is fundamenteel, want dat zorgt voor mij persoonlijk ook ervoor dat ik bepaalde beslissingen neem als het op beleggen aankomt. Dus als ik het heel vaak, als ik het over zaken heb op Instagram, mensen die mij op Instagram volgen, ze weten dat ik dagelijks fantastische content deel over verschillende aandelen die ik bezit, over analyses, noem ze maar op. Die weten dat ik regelmatig het heb over verschillende soorten technologieën, verschillende soorten aandelen, verschillende soorten bedrijven. En om dat goed te begrijpen, moet je ook begrijpen wat mijn gedachtegang erachter is. Wat is mijn toekomstvisie als we naar de komende 5 à 10 jaar kijken? En die toekomstvisie kan voor iedereen verschillend zijn. De een die denkt dat de wereld uit elkaar gaat vallen over een aantal jaar. De ander die denkt dat we een fantastisch rooskleurig toekomst voor ons hebben. De andere die zit daar ergens in het midden en alles wat daartussenin zit. Dus in al die vakken van het spectrum zijn er mensen die hun eigen mening hebben, een eigen toekomstvisie hebben. Daar staan we allemaal vrij in. En als jij een andere toekomstvisie hebt dan ik, dan schudden we elkaar de hand. En ik respecteer altijd je mening en laat het ook even in de comments weten. Laat me weten wat jouw toekomstvisie is. Laat me weten hoe jij naar de komende 5 à 10 jaar kijkt. Want ik denk dat we alleen maar met elkaar, van elkaar kunnen leren als we die toekomstvisies respectvol met elkaar delen. Dus dat gezegd hebbende, we gaan 2 aandelen behandelen ook die belangrijk zijn in deze visie. We gaan het hebben over Nvidia, een bedrijf die ik sinds 2015 al bezit, dat is ruim 8 jaar. En dat gaat best snel zo'n 8 jaar overigens. Ik heb iedere keer het gevoel dat het maar een paar jaar geleden is, maar 2015 is gewoon 8 jaar geleden, jongen. Dat is een Jezus, dat is best lang, 8 jaar. En ik bezit ze al 8 jaar. Ik heb er redelijk wat geld mee verdiend. Als het goed is, zie je hier op mijn scherm ook wat mijn huidige positie erin is. En we gaan het hebben over Alibaba. Een bedrijf die ik nooit echt ambitie heb gehad om het te bezitten. En een bedrijf die ik niet bezit. En een bedrijf die ik waarschijnlijk ook niet ga bezitten. En ik zal je uitleggen waarom. Dus beide hebben hun kwartaalcijfers gerapporteerd. Maar beide zijn ook ontzettend belangrijk voor het verhaal dat ik jullie wil vertellen. Want als we een aantal jaar vooruit kijken, of voordat we een aantal jaar vooruit kijken, is het belangrijk dat we eerst kijken naar waar we nu staan als wereld zijnde. En kijk, je wereldbeeld beïnvloedt hoe jij belegt. Want onderaan de streep is beleggen in principe stemmen op waar jij de wereld heen ziet gaan. Kijk, als jij denkt dat groene energie de toekomst is en jij gaat demonstreren bij ergens bij Shell, dat gaat de wereld niet veranderen. Hoe jij de wereld kan veranderen, hoe jij daadwerkelijk kan stemmen, macht uitoefenen, ook al is een klein, mini mutte macht, als je een klein vermogen hebt. Je kan macht uitoefenen door bijvoorbeeld te beleggen in bedrijven die fantastische dingen doen in die kader. Dus bijvoorbeeld als ik het heb over een Alfen, als ik het heb over een Tesla, dat zijn bedrijven die fantastische dingen doen om bijvoorbeeld in de groene energiesector iets voor elkaar te krijgen wat heel veel andere bedrijven misschien niet voor elkaar krijgen. En ik heb liever mijn geld daarin zitten. Want je belegt, uiteindelijk als je belegt, stem je dus met je geld op hoe jij de wereld voor je ziet. En er zijn honderden miljoenen anderen die een andere wereldbeeld hebben. En dat is wat democratie ook uiteindelijk onderaan de streep zo fantastisch maakt. Iedereen heeft een eigen mening en jij kan beleggen en dus stemmen met je geld. En ik stem met mijn geld over met mijn toekomstbeeld. En mijn toekomstbeeld is dat we nu midden in een digitaliseringsslag zitten. Als we kijken naar wat er de afgelopen jaren gebeurd is, als we kijken naar, laten we zeggen, ontzettend lang geleden. Ik zal er geen jaartal op plakken, maar even voor je beeldvorming, als we kijken naar de jaren 1700 bijvoorbeeld, dan is de eerste fase van hoe de wereld is geschapen kwam door de stoomtrein. De stoomtrein heeft ervoor gezorgd dat we makkelijker, ik zeg stoomtrein, maar eigenlijk stoomenergie, dus stoomkracht als het ware, waterkracht, dat we voor het eerst mechanische dingen zijn gaan bouwen. Dat heeft ervoor gezorgd dat we de allereerste industriële revolutie hebben kunnen kweken. De tweede industriële revolutie die kwam vooral uit elektriciteit bijvoorbeeld. Dat zorgde ervoor dat we wat efficiëntere fabrieken konden bouwen, dus massaproductie konden
konden doen. Als je het hebt over auto's zoals Volkswagen en dergelijke, die zijn in die tijd gebouwd. Die hebben ervoor gezorgd dat ze in die tijd gebruik hebben gemaakt van die assembly lines, van die elektriciteitsinnovatie, om auto's massa te produceren. En ga zo maar door. De derde industriële revolutie kwam door de computer, door het automatiseren van bepaalde zaken, door allerlei kleine gadgets zoals wasmachines, dat soort zaken. En de vierde industriële revolutie, dat is waar we nu middenin zitten. En het grappige is, al deze verschillende revoluties, al deze verschillende industriële revoluties, dat zijn revoluties die exponentieel gegroeid zijn. He, dus als we het hebben over exponentiële groei, dat betekent dat het iedere keer sneller en sneller en sneller gaat om naar de volgende enorme revolutie te kunnen gaan. En dat komt omdat al die verschillende zaken platforms creëren, die daar op hun beurt platforms creëren, die op hun beurt platforms creëren, die op hun beurt platforms creëren, die ervoor zorgen dat bepaalde dingen een stuk makkelijker gaan. Kijk, ik zal je een voorbeeld geven van een aantal verschillende platform effecten die ervoor hebben gezorgd dat bepaalde zaken exponentieel groeiden. En dus als je het hebt bijvoorbeeld over innovatie in elektriciteit, dat heeft ervoor gezorgd dat alle verschillende huizen en dergelijke, alle straten belicht zijn. Dat heeft ervoor gezorgd dat mensen bijvoorbeeld thuis een computer konden hebben. Dat mensen thuis internet konden hebben. Omdat je een stekker hebt die met een elektriciteit als het ware zo'n ding aan de praat kreeg. Dat zorgde ervoor dat we heel veel dingen konden automatiseren. Dus dat op zich was een platform. Op het platform elektriciteit is daarna het platform gadgets zoals een computer, een pc, een smartphone, dat soort zaken gebouwd. En omdat je een computer hebt gebouwd, heb je een andere platform gecreëerd die ervoor zorgt dat de distributie van apps en software en dat soort zaken een stuk sneller gingen later dan het begin. Want eerst moesten natuurlijk die apparaten worden gebouwd. Dus toen iedereen een computer had, kon iedereen dus ook bij het internet. Toen iedereen een computer had en iedereen een internet had, kon iedereen ook apps downloaden, bijvoorbeeld op hun smartphone of software downloaden op hun pc's. En dat platform op platform op platform effect heeft er dus ook voor gezorgd dat we over de loop van tijd heen dat distributie eigenlijk geen enkel probleem meer is tegenwoordig. Als jij een app bouwt, als we kijken naar bijvoorbeeld simpele cijfers, die hebben ze waarschijnlijk wel eens voorbij zien komen. Maar er is iets meer context denk ik dan erachter. Als je kijkt naar de cijfers van Netflix. Hoe lang heeft het geduurd om Netflix te kunnen distribueren? Het heeft 13 jaar lang geduurd om te zorgen dat we Netflix kunnen distribueren. En dat komt niet alleen omdat het 13 jaar heeft geduurd om Netflix te bouwen, want Netflix was relatief gebouwd. Het heeft 13 jaar geduurd omdat niet iedereen een smartphone had. Niet iedereen had een streaming device, niet iedereen had snel internet, niet iedereen had computers, noem ze maar op, smart tv's, noem ze maar op, waar een Netflix app en dergelijke op stond. Dus die distributie duurde lang. Terwijl nu een ChatGPT, dat gewoon een op je browser, dus kan je dat openen, een beetje chatten met zo'n bot. Het duurt een aantal maanden om te zorgen dat ze 100 miljoen gebruikers hebben. Terwijl dat bij Netflix 13 jaar duurde. En dat heeft simpelweg te maken met dat exponentiële groei die berust op platform op platform op platform effect. En dat is een concept die heel veel mensen niet goed genoeg begrijpen. Maar als je het wel begrijpt, als je het wel goed snapt, dan snap je de wereld beter. En dan kan je ook een betere toekomstvisie creëren. Want we zitten nu letterlijk midden in die vierde industriële revolutie. En ik denk dat er een aantal dingen belangrijk zijn om die vierde industriële revolutie goed in orde te krijgen. Dat is één, enterprise software. Dus als ik kijk naar mijn eigen belegging. Ik heb heel veel bedrijven in mijn portefeuille zitten. Eigenlijk alle bedrijven die in mijn portefeuille zitten hebben iets te maken met hoe ik de wereld op deze manier zie. Dus bijvoorbeeld enterprise software is een MongoDB die databases bouwt voor bedrijven die met big data werken. Die gemakkelijk en efficiënt hun data willen bewaren en distribueren. Als je het hebt over Salesforce. Salesforce is een bedrijf die binnen de enterprise software zit in de cloud. En die zorgt dat bedrijven productiever kunnen worden. En het grappige is, als je kijkt naar die productiviteit. Als we kijken naar productiviteit in de S&P 500, dan zie je dat dat dus ook een
één-op-één effect heeft met die platform, met die exponentiële groei van het feit dat we een stuk productiever zijn doordat we computers en dat soort zaken zijn gaan gebruiken. Nou, vroeger als jij iets moest doen, dan kon je niet je smartphone oppakken en het binnen 2 minuten geregeld hebben. Dan moest je echt even naar kantoor rijden, dat daar een computer stond en dan ging je daar dan werken als het ware. Nu kan je dat gewoon thuis doen. We zijn een stuk productiever dan dat we een tijd geleden waren. Je hebt nu 2 mensen nodig om 1 miljoen aan omzet te genereren. Terwijl dat ja, meer dan 7, laten we zeggen 8 was een heel stuk jaar geleden. Laten we zeggen 30 jaar geleden. En dat laat dus ook zien dat productiviteit een heel belangrijk meetpunt is als we het hebben over de vierde industriële revolutie. Want er zijn ook natuurlijk heel veel mensen die zeggen, ja, maar die vierde industriële revolutie die zorgt er dus ook voor dat er minder banen zullen zijn, dat er minder werk zal zijn voor mensen. Want als we mensen, als we meer omzet en meer winst kunnen maken per werknemer, dan zullen we dus minder mensen nodig hebben. En dat is een discussie voor later. Daar kunnen we heel uitgebreid op ingaan. Laat me weten wat je vindt van dat specifieke concept in de comments. Maar goed, dat is even voor je beeldvorming enterprise software. En Salesforce en MongoDB die zorgen ervoor dat mensen productiever zijn. Want als Salesforce er niet was, dan moet je met allerlei gekke dingetjes gaan werken om je werk gedaan te krijgen. En dat schiet niet op. Of je moet met legacy platforms werken, die, zoals een Oracle en dergelijke. En dat is niet te doen, kan ik je vertellen. Cybersecurity, een van de allerbelangrijkste zaken. Ik heb natuurlijk WCBR als ETF in mijn portefeuille als het op cybersecurity aankomt. Letterlijk alle systemen, alles wat digitaal is en technologisch is, moet natuurlijk gewoon goed beveiligd worden. Elektrische wagens en groene energie. Dat is natuurlijk ook gewoon een platform effect. Wat nu het mogelijk maakt om elektrische wagens te hebben die zichzelf bijvoorbeeld kunnen rijden, zoals een Tesla of een Alphen binnen de groene energie. AI, artificial intelligence en autonomous en robotics. Quantum computing. Quantum computing, denk ik, wordt misschien wel, dat begrijpen heel veel mensen niet. Hè. Er zijn alleen de echte nerds die zitten op de quantum computing. Maar quantum computing is echt heel dichtbij mensen. Ik heb laatst een interview gezien van de CEO van IBM, die quantum computing creëert. En zij zeggen dat ze volgend jaar al waarschijnlijk zitten waar ze horen te zitten. En dat quantum computing er al gaat zijn. En dat heel veel dingen daarmee daadwerkelijk ook veranderd gaan worden. Ik zal een stukje afspelen voor je, dan kan je zien wat ik bedoel. Got a theory. So, Arvind, you mentioned that by 2025, quantum computing would be a competitive advantage for you. Right? You said that in May. Are you still on that timeline? Are you going faster? Are you going slower? And what's it going to do? We're still on the timeline, so we're at 400 qubits today. That's on the cloud. You can go ahead and use it. By the way, a real quantum computer, not a simulation, not something virtual, a very real one. Wait, 400 qubits? Yes. That's a big deal. 433 qubits today. Okay. 1,000 qubits end of this year, and then Explain to the audience what don't explain all quantum physics works, because then we'll be here till tomorrow, but explain what 1,000 qubits means. Well, you can solve problems in material sciences. Imagine lithium hydride for electric car batteries. Imagine fertilizers. There was a paper from China recently which said at 400 qubits, you could probably break today's encryption. I'm a little skeptical of the full validity of that paper, but okay, fine, 400, maybe 1,000. So that tells you that somewhere around 1,000, you're beginning to see problems being solved that you just couldn't imagine getting solved on what I would call classical computers. Quantum is not going to replace classical, just to be clear. You're not going to run your bank balance on a quantum computer, because a quantum computer may give you a different answer each time. For some things, you likely want the same answer. But the physical world, materials, chemistry, encryption, optimization problems is what I believe we'll see some of them getting solved in this time frame. So I'm still there, and the progress made is that now we have 400 plus real. Wait, alright, so IBM is at 400. Dus ik denk dat het goed is om te beseffen, zij zitten nu op 400 real. En als je op 1000 zit, dan ben je in principe op een moment waarop je heel veel dingen kunt kraken. Een van de dingen die je bijvoorbeeld kunt kraken is de wachtwoorden van mensen. Want onderaan de streep is je wachtwoord een encryptie. Maar goed, laat hem het maar even uitleggen. Real. Wait, alright, so IBM is at 400 plus, you're heading to 1,000. You also said that cracking all encryption requires 400 to 1,000.
So that leads to the obvious question, what will IBM do once it has cracked everybody here's passwords? We are very, very clear. So we have been out there for the last 10 years, we have actually been working on quantum proof encryption. We put it out as open source. We work with NIST in the United States, who have four what they call preliminary standards out there, based on collaboration from us and from many, many other people in the industry. And I would strongly urge everybody that for the data you really, really care about, that if you encrypt it, put it on a tape, throw it away, and if in 10 years you're worried somebody might decrypt it, go use quantum proof encryption now. Because even stuff that you store will get broken, and if it's going to embarrass you, beware. This may be a dumb question. So, I don't know, let's say in my email, I have two-factor authentication, so there's a password. Presumably the password is encrypted by Gmail through some, you know, multiplication of large prime numbers, so the quantum computer will be able to factor the large prime numbers. Will it be able to crack my two-factor? Yes. Okay. Because all of that is essentially based on encryption. So it's the two-factor is just another set of multiplying large prime numbers. It's what's happening. Effectively just trying to get to the eventual key. That's all there is. Even if it's like a physical two-factor authentication, because it's translating like my biometrics into a number. No. Because in the end, you have your actual email stored somewhere with encryption. Oh, I see. All the rest is just a key to go unlock the actual encryption key. Cool. That's so awesome. Great. Ja, maar de quantum computer is heel dichtbij en het gaat echt dingen veranderen waarvan wij nu niet eens weten wat die zou kunnen zijn. Want kijk, heel simpel gezegd, hè, want de quantum computer is echt ontzettend ingewikkeld en ik ga niet doen alsof ik het allemaal goed begrijp. Maar heel simpel gezegd, een computer normaal gesproken werkt met nulletjes en eentjes. Dat weet je waarschijnlijk wel, dat is heel vaak gezegd. Maar quantum computing die zorgt ervoor dat je dus niet met alleen eentjes en nulletjes werkt. En het verschil daarin is dat de wereld zoals wij het kennen in het echt, dat werkt niet met één en zijn nulletjes. Dat kan een 1 en een 0 tegelijk zijn. En dat in zichzelf is natuur. En hij zegt ook, quantum computing is nature. Because quantum is particularly good at mapping human nature. Quantum is essentially nature. So quantum computers work literally in trying to replicate quantum physics and quantum mechanics. That is how chemistry works, that is how nature works, that's how proteins work. It's going to take us a while, but I believe that unlocking those mysteries then unlocks massive potential for us. All right, that's optimistic or stern. Ja, dus quantum computing wordt onderschat. En er zijn een aantal bedrijven daar natuurlijk mee bezig. IBM is er eentje van, Google is een ander. Ik denk dat vrijwel alle grote bedrijven die we kennen en Nvidia is ermee bezig. En zijn al veel verder dan we denken. Kijk, heel veel van dit soort dingen klinken ook heel eng in de oren van heel veel mensen. Dus vaak, ook al hebben ze hele fantastische dingen bereikt, willen ze dat niet met massaal delen, want de media die gaat ermee aan de haal. En dan wordt het een heel eng verhaal. Bijvoorbeeld Google, die was dood en dood en dood bang om met hun eigen AI als eerste te komen. Microsoft heeft die shine van ze gejat. Heel erg slim. Dat is gewoon een marketingtruc als het ware. Die hebben zichzelf als AI-leader gepositioneerd. Maar Google is vele malen verder dan Microsoft in werkelijkheid. Er zijn heel veel mensen die kennis hebben over het vak AI. Ik ben niet de enige die dat zegt. Maar omdat Google zo bang en zo angstig was om daar als eerste mee te komen, want er kunnen heel veel fouten, heel veel dingen zijn heel erg eng. Zo'n chatbot van AI, zo'n ChatGPT van Microsoft heeft bijvoorbeeld iemand al gezegd van, als ik zou moeten kiezen tussen jou en ik hoop dat dat niet zo ver komt en ik wil dat dat nooit gebeurt, maar als het zo ver is, dan kies ik mezelf boven jou. Dus als ik tussen jou bestaansrecht en mijn bestaansrecht moet kiezen, dan kies ik mezelf, heeft hij gezegd. Dat is eng. Als dat er iemand op het nieuws zit, dan zitten allemaal mensen van, oh shit, de AI wil ons vermoorden, enzovoort. Hetzelfde geldt voor quantum computing. En het kan heel eng zijn om te weten dat niks meer veilig is, dat al je wachtwoorden kunnen worden gekraakt. En dat zelfs zoiets als crypto, want onderaan de streep, ook crypto, kan hiermee enorm worden gedisrupted. Als je onderaan de streep dus simpelweg, ja, je keys niet meer in handen hebt. En dat is toch wel een beetje een gedachte die heel veel mensen, denk ik, angstig maakt. Maar goed, laten we het daar een andere keer over hebben. We gaan op al deze zaken, over de loop van de tijd heen, uiteindelijk verder. Anderzijds, ik denk dat er een aantal andere dingen zijn. We zullen niet op alles zo lang ingaan, maar de metaverse, een hele belangrijke.
Zoals jullie misschien weten, mensen die mij op Instagram volgen, ik heb de Meta Quest Pro van Meta. Die ben ik aan het uittesten om te zien of het een goede belegging zou kunnen zijn voor de toekomst. En dat is echt een gaaf ding. Het is echt fantastisch om zo'n ding om te hebben. Niet alleen voor entertainment, maar ook de Metaverse kan ons helpen om productiever, beter en efficiënter te gaan werken over de komende tijd. Omdat je echt wel het gevoel hebt wanneer je in de Metaverse zit, dat je met je collega's zit. Mijn medewerker, Michiel heet hij, heeft er ook een. En wij hebben al meetings gehad in de Metaverse, wat echt ontzettend gaaf is. En echt een soort teambuilding gevoel krijg je daarmee. En de Metaverse gaat ook degelijk even. Je kan zelfs in de Metaverse kan je bijvoorbeeld operaties doen. Je kan gebouwen bouwen als je een architect bent. Je kan heel veel verschillende dingen mee doen. En Meta is het niet de enige. Ook Microsoft heeft natuurlijk de HoloLens om met de Metaverse bezig te zijn. Of zoals Satya Nadella het zegt, Metaverse. 3D-printing, belangrijkste zaken. Daar beleg ik persoonlijk niet in, omdat ik het misschien nog te weinig begrijp om er echt wat mee te doen. Biotech wordt een hele belangrijke, maar daar doe ik persoonlijk zelf niets mee. En natuurlijk, blockchain gaat een hele belangrijke rol spelen. Niet in de vorm van crypto's. Ik denk dat dat altijd waarschijnlijk een cowboywereld blijft voor crimineel geld en mensen die onder de radar en buiten het systeem willen werken. Maar in de vorm van bijvoorbeeld central bank digital currencies. Ik denk dat dat fantastische dingen zijn. Ja, er zijn privacy issues enzovoort. Dat moet allemaal geregeld worden. Maar ik denk dat dat een hele fantastische tool is om een economie dusdanig in te richten dat het efficiënt en goed is en voor iedereen werkt. Dus dat is even voor in een nutshell mijn toekomstvisie voor de komende jaren. Ik denk dat dat belangrijke industrieën zijn, belangrijke dingen zijn die de komende jaren een enorme rol gaan spelen en de wereld ook positief gaan verbeteren. Ik denk wat dat betreft ben ik denk ik misschien redelijk optimistisch. Niet naïef in de zin van dat ik denk dat het één rechte lijn gaat zijn, alleen maar positiviteit. Nee, ik denk dat we heel erg veel dingen nog moeten gaan uitvogelen. Dingen die we tegenkomen, heel veel verrassingen, heel veel dingen die misschien op de korte termijn onhaalbaar lijken. Heel veel uitdagingen. Het gaat niet in één rechte lijn omhoog zijn, maar als we 5 à 10 jaar vooruit kijken, dan zijn dit allemaal industrieën. En hopelijk de bedrijven die dan in mijn portefeuille zitten, die daar een leidende rol in gaan spelen, die de wereld gaan veranderen. Dus dat is even mijn toekomstbeeld. Ik denk dat er ook gevaren zijn. Kijk, er zijn natuurlijk veel geopolitieke spanningen in de wereld. Er zijn heel veel dingen die gaande zijn. Een van de dingen die je bijvoorbeeld nu heel erg ziet, is dat China en de VS geen goede vriendjes met elkaar kunnen zijn. Ik denk dat de VS ontzettend bang is dat China ze inhaalt, dat China misschien zelfs een soort Rusland-achtige rol op zich neemt, dat hij zijn machtspositie misbruikt om uiteindelijk ook van de VS te kunnen winnen. Wat heel logisch is dat de VS hun belangen beschermt, dat doet China natuurlijk ook. Maar wat je nu steeds meer aan het zien bent, en dat zal ook de komende jaren zo zijn, is dat die geopolitieke spanningen tussen China en de VS toe blijven nemen. En dat India een hele belangrijke rol gaat spelen voor de verdeling van welvaart als het de welvaart van de VS betreft. Want als je kijkt naar Apple, Apple heeft al nu hun gecommitteerd dat ze 25% van hun productie, dus alles wat met manufacturing heeft te maken, zit nu in China, dat ze 25% daarvan naar India zullen brengen. 2025 is over 2 jaar al. En dat ze over de loop van tijd heen steeds meer willen gaan diversifieren, zodat ze niet alleen in China zitten. En alle andere bedrijven, die doen precies hetzelfde. Intel, noem ze maar op. Zodat VS niet alleen van China afhankelijk is, goedkope arbeid. Dat is waar de VS daarvoor heen ging. En inmiddels hebben ze heel veel talent en heel veel know-how en heel veel innovatie en patenten, dat soort dingen ook aan China gegeven daardoor. En dat willen ze nu steeds meer gaan diversifieren in landen zoals India en andere plekken in Azië. Dat is goed recht, dat is wel wat er gaat gebeuren de komende jaren. Maar dat betekent wel eventjes de komende jaren misschien wat hogere prijzen, misschien wat hogere inflatie, misschien wat meer onrust in de markten. Maar dat is natuurlijk altijd van korte duur. Steeds meer bedrijven, steeds meer landen gaan dingen in-house doen. Dat zijn allemaal gevaren die zich meebrengen. Ik denk dat het maatschappelijke gevolg van heel veel tech, zoals bijvoorbeeld een AI, die zorgt ervoor dat we echt van nep niet meer kunnen onderscheiden. Je weet niet wat een ChatGPT heeft geschreven of een normaal persoon.
Er zijn zelfs AI's die letterlijk een persoon kunnen nabootsen. Of als je het hebt over deepfakes en dat soort zaken, dat je in één klap Tom Cruise kunt nabootsen die iets voor je zegt en een advertentie daarop kan draaien. Er zijn natuurlijk heel veel problemen ermee, maar ik denk dat we die problemen allemaal opgelost krijgen. Kijk, die problemen zijn natuurlijk voor een reden, het zijn uitdagingen die we gewoon moeten oplossen. En als je het helemaal opgelost hebt, dan betekent dat heel veel welvaart, heel veel productiviteit en heel erg veel mooie dingen als we de komende 5 à 10 jaar gaan kijken voor de wereld en voor de samenleving. Dus, dat gezegd hebbende, laten we het hebben over de kwartaalcijfers van Nvidia. Als je op de website zit, debelegger.nl, daar zit heel veel geweldige content voor je klaar als je dat interessant vindt. Daar heb ik ook de kwartaalcijfers van Nvidia besproken. We hebben gezien dat bijvoorbeeld Nvidia, ik geloof zo'n 15% op dit moment omhoog staat. Even kijken hoeveel die nu omhoog staat. Inmiddels is dat 12%. Maar initieel steeg het 9% en dat komt omdat de cijfers van Nvidia niet zo slecht waren als dat we dachten. En een van de belangrijkste zaken, dat we zomaar meteen behandelen waardoor het stijgt, is op kwartaalbasis zie je dat er wel een flinke verbetering is in de cijfers. De winst op kwartaalbasis, dus tegenover de vorige kwartaal, steeg met 108%. Dus die verdubbelde. En de marges, misschien wel van de belangrijkste, stegen met 9%. 9%. En dat suggereert een mooie comeback en dat komt ook omdat ze heel veel AI-processoren hebben kunnen verkopen. En dat zorgt er natuurlijk ook voor dat de marges wat groter zijn. Laten we even verder gaan en kijken naar wat zij specifiek hebben geanalyseerd. Als we kijken naar de omzet en ook als we kijken naar de omzet per divisie, per tak, gaan we zo meteen even behandelen, dan zul je zien dat het niet zo denderend is. Hè? Als we kijken naar deze cijfers op jaarbasis zie je dat omzet 21% lager is dan in 2000. Ja, zij werken met fiscale jaren, dus dat is een beetje vreemd klinkt dat Q4 FY23. Maar dat bedoelen ze dus Q4 FY2022 mee, maar dan niet FY, maar calendar year. Fiscale jaar en kalenderjaar verschillen nogal van elkaar. Maar zij hebben een eigen fiscale jaar, dus 2023. Dus zij lopen een jaartje vooruit, laten we zeggen. Als we dat vergelijken met vorig jaar, dan zie je dat het 21% is gedaald. Ook de operating expenses toegenomen, 27% down. Operating income down 58%. Net income down 53%. De winst is dus 53% afgenomen. Nu zou je zeggen, normaal gesproken als je naar dit soort cijfers kijkt, dit is toch belachelijk slecht. Hoe kan je nou als bedrijf 15% stijgen? Zeker met de waardering die Nvidia heeft, want het is rijkelijk gewaardeerd. Hoe kan het dat je als bedrijf zo hard stijgt? Dat komt omdat de toekomstige verwachtingen van Nvidia heel erg hoog zijn. Zij spelen een ontzettend en ontiegelijk belangrijke rol in die vierde industriële revolutie. En niet alleen dat, want dat is natuurlijk belangrijk, maar als je ziet op kwartaalbasis komen ze gewoon terug. Je ziet dat operating income 109% is gegroeid. Je ziet dat net income 108% is gegroeid. En je ziet dat de earnings per share, diluted dan, 111% is gegroeid. Dus je zou kunnen zeggen, we zijn een terugkeer aan het maken, want als je dat in context plaatst, de reden dat ze zo down zijn, is wij zaten in een gigantische hype de afgelopen jaren. En Nvidia heeft daar gretig gebruik van gemaakt, die heeft er heel veel van geprofiteerd. De crypto hype en de pandemie. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen, heel veel gamers thuis bleven, hun grafische chips gingen verbeteren, PC's gingen kopen, enzovoort, enzovoort. Je ziet ook dat de PC-markt overal lager staat. Maakt niet uit welk bedrijf je kijkt, of dat nou Microsoft is of welke dan ook. PC-verkopen zijn lager. En als je kijkt naar crypto, er worden heel veel van grafische chips van Nvidia werden gebruikt om crypto's mee te maken. En beide trends zijn van hun hoge hoed gevallen, of van een paard gevallen, hoe je dat zou zeggen. En dat zorgt er dus ook voor dat de omzet en de winst van Nvidia afneemt. Dus in context plaatsend is dat niet normaal, maar Nvidia is aan het normaliseren en we zien nu voor het eerst dat kwartaal op kwartaal een gigantische stijging wordt geboekt. En dat is tof om te zien en dat is dus denk ik ook waar beleggers op reageren. Kijken we naar de data center, dan zie je dat de fourth quarter revenue was up 11% from a year ago, down 6% from previous quarter. Fiscal revenue rose 41% to a record 15.1 billion. Dus op fiscale jaar 41% gegroeid en dat is tof om te zien en dat komt
Omdat NVIDIA eigenlijk in al die verschillende sectoren voorop loopt. Als we het hebben over blockchain, NVIDIA profiteert enorm van gestegen cryptoprijzen bijvoorbeeld. Van een bitcoin die stijgt. NVIDIA is actief in de metaverse. NVIDIA is actief in cybersecurity. NVIDIA is actief in quantum computing. NVIDIA is actief in metaverse en 3D printing. En maakt behalve biotech dan, maar zelfs in EV's en groene energie is NVIDIA actief. Dus in al die verschillende belangrijke dingen in de vierde industriële revolutie, daar speelt NVIDIA een hele belangrijke rol in. En dat gaat de komende jaren niet veranderen. Want zij hebben gewoon de allerbeste producten om te zorgen dat die vierde industriële revolutie wordt gefaciliteerd. En een van de dingen die we vergeten is dat chips, zoals die van NVIDIA en die van de AMD en die van een Intel en van alle bedrijven die chips maken, zijn een platform. Zonder deze chips kunnen we heel erg veel zaken, heel veel dingen niet voor elkaar krijgen. En zijn dus van cruciaal belang in al die verschillende aspecten. En dat is waarom NVIDIA ook zo duur is. Kijk, we hebben natuurlijk al NVIDIA uitgebreid behandeld. Het bedrijf ziet er aantrekkelijk uit. Dat is in januari geschreven. Sinds die tijd is NVIDIA zo'n 63% gestegen. Dat hebben we voor de leden gemaakt, inclusief een waardering. Dit kan je allemaal lezen als je lid bent op debelegger.nl. Maar NVIDIA speelt in al die verschillende facetten een belangrijke rol. En dat is waarom dit bedrijf dus het nu zo goed doet. De cijfers waren niet zo slecht als dat we dachten. En het lijkt erop dat we een stijgende trend zien in de cijfers. Als we op kwartaalbasis kijken. En dan Alibaba, de Chinese gigant die de afgelopen jaren zo'n 600 miljard aan marktkapitalisatie kwijt is. Dat kun je ook lezen als je een uitgebreide analyse ervan wilt lezen. Dat is helemaal gratis overigens op debelegger.nl. Kijk even debelegger.nl, dan zul je dit artikel kunnen vinden en lezen. Dan kun je alle cijfers doorspitten die je interessant vindt. Maar dit is een bedrijf die ongeveer sinds 2020 een waarde van 600 miljard kwijt is geraakt. En om je een beetje een idee te geven, dat is de helft van de totale Nederlandse economie wat het aan marktwaarde kwijt is geraakt. En dat komt omdat China heel lang in die lockdown zat. De Chinese economie deed het een stuk minder dan dat we verwacht hadden. En de Chinese overheid ging ingrijpen om Jack Ma, de eigenaar van Alibaba, degene die het heeft opgericht. En niet alleen Jack Ma, maar ook alle techbedrijven, goed in te grijpen op al die techbedrijven. En zorgen dat ze niet zo machtig en groot worden als de Chinese overheid dat is. Hè? Want dat is onderaan de zeep waar het om gaat daar. En dat heeft ervoor gezorgd dat Alibaba een hele flinke klap kreeg in hun resultaten. En wat je vandaag zag is dat Alibaba initieel steeg. En daarna meteen weer dalen. Het steeg met 6%. Inmiddels zit het, ja, ik zou niet weten waar het op zit. Zal ik eens even kijken. Baba is min 2%. Dus dat valt op zich wel mee. Maar het steeg initieel omdat in China die lockdowns voorbij zijn. En dat de winst een stijging van 69% ziet. Dat is een netto winst van 46 miljard yuan. En dat is nogal wat. En dus dat is 69% stijging kan je best flink noemen, denk ik, als je dat meemaakt als bedrijf zijnde. En dat is waar beleggers initieel op reageerden. En dat laat wat mij betreft ook zien dat Alibaba bezig is om een comeback te maken. En de reden dat ik zelf nooit heb belegd en waarschijnlijk ook nooit in ga beleggen, is omdat ze simpelweg in China zitten. Kijk, ik heb liever in China een ETF. Ik heb wel eens in het verleden de Hang Seng Index gehad. Ook heel kort daarna verkocht. Omdat ik toch zag dat het gewoon een verkeerde keuze was. Soms maak je gewoon een verkeerde belegging. En ik denk dat ik daar gewoon verkeerd zat. Ik heb met ongeveer 15 of 20% verliezen destijds verkocht. En ik bezit liever geen
individuele aandeel in een land als China, waar de overheid van de ene dag op de andere dag dit kan doen en je aandeel is naar de kloot als het ware. En dat komt omdat je in die tijd in heel veel verschillende industrieën, of dat nou in education was of allerlei andere industrieën, de Chinese overheid greep in en alles daalde vlak daarvoor. In de education industrie, in de online educatie industrie, daalden die aandelen zelfs om 99%, omdat de Chinese overheid wilde dat ze non-profit gingen in plaats van beursgenoteerd. En dat is nogal een verschil. Natuurlijk. Dus ik zou niet liever geen specifiek aandeel in China willen bezitten. Vandaar dat ik ze ook niet bezit. Maar misschien weer eens via een ETF of iets dergelijks. Want de Chinese Hang Seng Index is inmiddels wel redelijk hersteld. Maar misschien dat ik gewoon China ook gewoon achterwege laat. Want onderaan de streep, ik heb natuurlijk de grote wereld ETF's. Mensen die lid zijn van de belegger, die kunnen mijn portefeuille zien. Die weten welke ETF's ik bedoel. Daar zitten heel veel Chinese bedrijven natuurlijk in, dus ik ben redelijk ingedekt wat dat betreft. Maar ja, een bedrijf als Alibaba, 69% winst, als zij 69% winst zien, als dat niet eenmalig is en als we dat structureel de komende kwartalen zien, dan zou Alibaba aan het begin zijn van een hele mooie comeback. Maar in Chinese bedrijven hebben we natuurlijk altijd de Chinese overheid als risico. Kijk, Alibaba is ook bezig met hun wensgevendheid te verbeteren. Ze hebben er alles aan gedaan om de kosten te verlagen, net als alle andere techbedrijven. Dat is dus ook waar je die 69% netto winst van vandaan ziet. Wat ook interessant is om te weten is dat de cloud aan het vertragen is. In het derde kwartaal van het fiscale jaar meldde Alibaba een stijging van de cloudinkomsten met 3% jaar op jaar. Dat is heel weinig, zeker als je kijkt naar alle andere clouddiensten, zoals een Azure, zoals een AWS enzovoorts. Die hebben zo'n 10 keer meer groei dan wat Alibaba heeft. Dus, en dat komt ook trouwens omdat de Chinese overheid, die heeft zich teruggetrokken van de clouddiensten van Alibaba. En dat is belangrijk om te weten, want dat heeft nogal wat impact in een land waar de overheid zoveel macht heeft. Ze hebben daarnaast ook 25 miljard aandeleninkoop geannounced een jaar geleden en daar hebben ze bovenop nog eens 15 miljard bovenop gedaan. En het bedrijf is bezig om met AI, dus een ChatGPT-achtige technologie te ontwikkelen om te zorgen dat ze concurreren met bijvoorbeeld een Microsoft en een Google en dergelijke. En kijk, Alibaba en China zijn heel erg belangrijk voor de wereld, want wij zitten nu met die geopolitieke spanningen, zoals ik eerder ook uit heb gelegd. Want deze bedrijven, die zorgen er natuurlijk ook voor dat de concurrentie met een bedrijf, met een land als de VS, voor China een stuk gemakkelijker wordt. Alleen het enige wat ik keer op keer terugzie, is dat uiteindelijk de Chinese overheid hun bedrijven toch wel tegenwerkt. Kijk, de Chinese overheid die wil graag macht hebben, die wil graag bepaalde zaken doen, maar die wil dat idealiter niet met bedrijven die beursgenoteerd zijn. Het kapitalisme werkt daar niet zoals het zou moeten werken. Die zitten veel liever bedrijven zoals Huawei die niet op de beurs genoteerd zijn. Die werken daar liever mee samen dan met een bedrijf als Alibaba. Dus Alibaba is, ik persoonlijk zou daar niet per se in gaan beleggen. Maar het is wel een belangrijk bedrijf in de wereld. En het is een belangrijk bedrijf omdat het in China zit. En China, dat wordt de komende jaren ontzettend belangrijk voor de wereldeconomie. En het wordt ontzettend belangrijk om te zien hoe de VS met China ook daadwerkelijk om gaat gaan. Hoe gaan ze die transitie naar India en naar Europa maken, Oost-Europa voornamelijk, dan in China. Kijk, in China, er zijn heel veel dingen gebeurd de afgelopen tijd. Ik kan ze heel veel opnoemen. Een van de belangrijkste is natuurlijk dat hele hoogwaardige high-technology chips worden verboden in China. Zelfs een land als Nederland, een ASML, heeft ermee te maken gehad. Rutte is laatst langs geweest bij, volgens mij is Biden langs geweest bij Rutte of andersom, weet ik niet meer. En na dat gesprek kwam ook naar buiten dat ASML niet langer bepaalde machines verkoopt aan de Chinezen. En dat, zeker met Taiwan, brengt heel veel geopolitieke spanningen met zich mee. Dat wordt een hele spannende tijd de komende jaren, maar onderaan de streep, Nvidia en Alibaba zijn nog steeds belangrijk in de vierde industriële revolutie, in zowel de gevaren als de positieve dingen. En daarmee heb ik denk ik genoeg gepraat vandaag. We zijn 40 minuten verder en ik merk ook dat ik honger begin te krijgen, dus ik ga even lekker wat eten. Ik wens jullie nog een hele fijne avond en ik zie jullie bij de volgende aflevering. Als je tot het einde hebt gekeken, 40 minuten lang,
Dan wil ik je ook even vragen om in de comments achter te laten dat je ook tot het einde hebt gekeken en geluisterd. Dan weet ik dat ik niet 40 minuten lang voor niks heb lopen praten. En ik zou het altijd waarderen als je ook even een like achterlaat in deze video's. En daarmee wens ik je een heel fijne dag.